Dames en heren, welkom bij Handige Hulpjes. Vandaag hebben wij een studiogast. Nou, vertel maar wie je bent. Ja, allereerst hartstikke leuk om hier te zijn vandaag. Heel welkom. Ik ben Robin van Balen van het bedrijf Oer. Nou, heb je iets meegenomen? En ik zie dat daar ook een paar van die apparaten staan. Wat is dat precies? Ja, wat je voor je ziet staan is de Oer muziekspeler. Ja. En de Oer muziekspeler is, nou, zoals de woord al zegt, een muziekspeler. Ja. Maar dan speciaal ontworpen voor ouderen die te maken hebben met dementie. Ja. Zodat zij zelfstandig naar hun eigen persoonlijke favoriete muziek kunnen luisteren. Okay. Maar het ziet eruit als een radio, maar het is een speler, zeg je. Ja. Het is inderdaad, het ziet een beetje uit als een traditionele klassieke radio van vroeger. Ja, mijn moeder had vroeger zo'n distributieradio, daar ziet het een beetje dat uit. Dat is ook heel belangrijk inderdaad, want dat zorgt voor een punt van herkenning van vroeger voor mensen met dementie. Het is belangrijk dat ze het herkennen als iets wat muziek afspeelt, dus een klassieke radio van vroeger. Ja. Maar tegelijkertijd is het wel heel belangrijk dat het een muziekspeler is en geen radio. Want bij mensen die te maken hebben met dementie is het heel belangrijk dat ze de muziek herkennen van vroeger. Dat ze het herkennen omdat het door hun ouders werd afgespeeld in huis. Dat ze het herkennen omdat het te maken had met hun werk van vroeger. Of gewoon hun eigen favoriete muziek van vroeger was. Het is vaak muziek die afgespeeld werd tussen hun 15 en 25 jaar. Dus die leeftijd hadden. Die herkennen ze het beste. Dus dan zit je al gauw in de jaren 50 of zo. Precies, precies. En nou ja, op een radio kan je dat niet waarborgen. Radio speelt allerlei muziek af. Muziek, er zit reclame in. Er wordt tussendoor gepraat. En een radio, dat zijn natuurlijk allemaal zenders. Ja, en dat soort dingen kunnen dus juist verstorend werken. In plaats van dat ze het echt daadwerkelijk herkennen. En muzieksmaken verschillen. En op de radio vind je natuurlijk van alles terug. Mm-hmm. Maar wat je wil bij mensen met dementie is dat ze het echt herkennen. De muziek van vroeger. Dus de jaren 50 muziek, zoals je net al zei. Ja. En dat waarborg je niet met een radio, maar wel met een muziekspeler. Ja. Als een ballon, een ballonnetje dat danst in de wind. En een draadje naar de zon, gaat zo lekker dikke rode mobiele ballon. Een ballonnetje dat danst in de wind. Een draadje naar de zon, gaat zo lekker dikke rode, blom, blom, blom. Hoe heet hij ook weer? Toon Hermans. Van een jongen en een meisje op een fiets. Ik heb een muziekspelertje voor je gekocht. Als ik zin van niets. En daar heb ik allerlei leuke nummers op gezet voor jou. Is dat dit? Ja. Speciaal voor jou is dat jij hier makkelijk muziek hebt. En zo liet je dat dansen langs de deuren. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Het heeft twee kanten. Deels bouwt het verder op een stukje onderzoek dat een paar jaar geleden al, in 2010 al wel eens gedaan is. Waar ze onderzochten van wat is de invloed van muziek bij mensen met dementie. En ook een stukje over developing a music player for people with dementia. En daar bouwt het eigenlijk verder op voort. Want wat kwam er nou uit dat onderzoek naar voren? Ja. Dat is dat 70% van de mensen gaf aan dat muziek een hele belangrijke rol speelt in hun leven. Mm-hmm. Sterker nog, na tv kijken of tijd doorbrengen met familie en vrienden, is het de meest populaire vrije tijdsbezigheid. Dus muziek is best wel een belangrijk iets voor de meeste mensen. Maar bedoel je dan de mensen met dementie nee, of dat is alle met, mensen? Nee, dan bedoel ik inderdaad voor alle mensen. Ja. Maar tegelijkertijd komt er ook uit onderzoek naar voren dat voor mensen die te maken hebben met dementie, wat je ziet gebeuren is dat muziek steeds verder weg ebt uit hun levens, omdat dingen te ingewikkeld worden. Ja, te veel handelingen nodig zijn. Ja, ze kunnen niet meer bedienen, de apparatuur. Aan te zetten. De apparatuur is te ingewikkeld. Ja. Ik weet niet of je het beeld herkent van een ouderwetse stereotoren, dat ze er volgeplakt met gele post-its, allemaal als instructies, om het maar mogelijk te maken om nog zelf muziek aan te kunnen zetten. Ik ken de voorbeelden. Ja, maar het is te ingewikkeld. En dat hopen we op te lossen, dat lossen we op, durf ik te zeggen. Okay. Nou, ik zou zeggen, muziekspeler. Ten eerste, hoeveel kan er nou op? In zo'n speler? Ja, het beschikt over een intern geheugen van 4 gigabyte. Mm-hmm. Nou, dat zegt sommige mensen misschien wellicht niks. Om concreet te zeggen, je kan ongeveer 1000, 1500 tot 2000 muzieknummers opzetten, afhankelijk van hoe groot de nummers zijn die je erop zet. Maar zeker 1000 plus nummers kunnen er op het apparaat. Dus genoeg ruimte voor uren muziekplezier. Dat is het cadeau. Hoe moet ik dat doen? Gaat u maar eens kijken hoe het werkt. Moet de zij misschien? Moet de klep omhoog. Oh, heel erg. Oké, Robin, dat is duidelijk. Nu even het apparaat zelf. Kan jij laten zien hoe het werkt? Ja, en dan even zal ik mensen, hem aan de kijkers demonstreren? Ja, leuk.
Nou, kijk, dit is dus de oermuziekspeler. Simpel, makkelijk en eenvoudig te bedienen, zoals we net al zeiden, met deze klep. En ik zal doen, eigenlijk is het niets meer dan klep omhoog. En de muziek begint met spelen. Als de lente komt, en dan stuur. We doen de klep omlaag, ja. En de muziek stopt met spelen. En stopt meteen. En er zat onder de klep zat een zwarte knop. En die heeft één extra functie, naast dat we aan en uit dus hebben met de klep omhoog, klep omlaag, kunnen we ook naar het volgende nummer doordrukken. En dat zal ik ook nog even demonstreren. En dan gaan we naar het volgende nummer. En we doen hem dicht en dan stopt hij weer met spelen. En wat ik net dus al zei, hij gaat dus altijd verder waar hij gebleven is de vorige keer. Ja, zo wordt voorkomen dat je enkel alleen de 10 eerste nummers afspeelt. En als je wat vergeet, dan kan je nog stickeren. Precies. We hebben inderdaad als hulpmiddel hebben we een stickervel. En dat is eigenlijk gewoon als extra instructie op de muziekspeler. Dus een sticker die je voorop plakt met open voor muziek aan. Ja. Hey, wellicht is het niet nodig, maar je doet toch een extra korte boodschap dat het als een extra hulpmiddel kan doen. Je doet een sticker op de zwarte knop, druk voor volgend nummer. En eentje onderop de klep van sluit voor muziek uit. En zo hopen we dat dat ja, toch nog een stukje extra handen en voeten wellicht geeft en gaan. Dat is helder. En als je nou een ander nummer wil, dan druk je op de knop. Die? Ja. Hoeft nu niet? Nee, hoeft niet te doen aan de hand, want dan heb ik alles al gehoord. Zo is het. Ik heb ook begrepen, de mensen voelen zich er veilig bij, hè? Dat, ja. Dat staat ook op internet. Ja, ja, dat is de werking vooral van muziek. Dus als je dementie hebt, dan is eigenlijk kan je het vergelijken met een soort van mist. Alles is wazig. Alles is, je herinnert dingen niet, je herkent dingen niet. En dan kan die muziek die je dan hoort en die je herkent van vroeger, dat kan dan een punt van herkenning zijn. Mm-hmm. Dat kan een stukje veiligheid bieden op die manier. Ja, ja. Daar, althans, veiligheid bieden natuurlijk niet letterlijk dat het dat veiligheid biedt, maar zij voelen zich er daardoor een stukje veilig door. Ja. Dit is dus voorgeprogrammeerd, die muziek. Ja. Doen jullie dat zelf? Of kunnen er ook mensen zelf, laat ik zeggen, muziek op aansluiten? Wij stimuleren eigenlijk en moedigen echt aan dat de familie die het koopt, bijvoorbeeld voor opa, oma, vader of moeder, er zelf mee aan de slag gaat. Want zij kunnen daar zelf de muziek op zetten. Iedereen kan er zelf muziek op zetten. Ja. Zolang het mp3 bestanden zijn, kan dit eigenlijk alles afspelen. Okay. En wij moedigen dat dus heel erg aan, omdat zij die persoon ook het beste kennen. Hmm. Zij kunnen uitzoeken en onderzoeken, een soort van ontdekking, muzikale ontdekkingsreis, zou je het bijna kunnen noemen. Om te gaan uitzoeken waar die persoon van houdt. Hmm. Welke muziek herkent diegene dan van vroeger? Ja. Ja, waar voelt diegene iets bij of niet? En zij kunnen dat doen, want zij kennen die persoon. Ja, wij kennen die persoon niet. Dus het is voor ons een veel moeilijkere klus om daar dan de juiste muziek echt op te zetten. Want dan kom ik weer op dat stukje dat die muziek echt herkend moet worden. Ja. En dat is voor ons maar een gok, om zo maar te zeggen. Natuurlijk, wij kunnen daar klassieke hits uit de jaren 50 op zetten. Dan zal er altijd wat tussen zitten dat ze herkennen. Ja. Maar je wil eigenlijk een muziekafspeellijst die helemaal op die persoon is afgestemd. Die vol zit met nummers die zij herkennen. En niet sommige half en sommige niet. Ja. Nou heb je natuurlijk ook mensen, zit ik ineens te bedenken, die houden van klassieke muziek bijvoorbeeld. Ja. Dus dan kunnen de mensen dan een speellijst zelf samenstellen met klassieke muziek. Ja. Die ze nog herkennen van precies, vroeger. Precies, ja. Dat kunnen ze doen of een combinatie van. Ja. En kijk, op die manier kunnen wij natuurlijk ook wel een beetje, want dat hebben wij wel. Genres kan je net kiezen, klassieke muziek, jazz jaren 70, jaren 60, jaren 50. Ja. En op die manier hebben wij wel, kunnen wij mensen wel op weg helpen. Want mensen vinden het wel prettig om een soort van, een soort wel van kanten klaar te kopen, dat het plug and play hem aansluiten en muziek afspelen is, als ze hem cadeau geven. En daardoor bieden wij een aantal afspeellijsten aan met dus dit soort genres, waar mensen uit kunnen kiezen. Ja. En dan programmeren wij hem wel voor met die afspeellijst, zodat er in ieder geval iets op staat, dat een soort van opstaphulpje noemen wij dat meer. Dan staat er vast wat op, dan kan je ermee aan de slag, je kan hem cadeau geven, maar uiteindelijk wil je misschien de muziek ook wel een keertje wijzigen. Omdat je dan misschien van de klassieke muziek af wil en je wil hem volzetten met jazz of je wil met iets anders. Dan kunnen mensen altijd zelf muziek eraf halen en hem maar aanvullen. Maar is hier nou bedoeld het apparaat voor verpleeghuizen of is het voor particulieren bedoeld? Het kan op verschillende plekken kan die, denk ik,
komt hij tot zijn recht. Ja. Maar wat mij heel erg verbaasde, is dat in eerste instantie dacht ik, ja, dat is bij uitstek iets voor verpleeghuizen. Daar wonen mensen die te maken hebben met dementie, ja, die dementie hebben. Ja. Maar 70% van de mensen die dementie heeft, die woont gewoon thuis. Aha. Die woont nog achter de voordeur, om het zo maar te zeggen. Ja. De meeste mensen die hem bij ons kopen, ja, die wonen dus thuis. Het is dan of een zoon of dochter of vrouw of man die het voor haar partner koopt. Ja. Om in huis gewoon producten te hebben die simpel en eenvoudig te zijn. Zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig ook kunnen blijven. Ik begrijp het. Maar we zien het ook in zorginstellingen terug. Uit? Dat lijkt goed. Dat is makkelijk. Maar nou is het uit. En hoe moet je daar weer aan? Ja, dan moet je even maar weer omhoog. Ja. Dus je kunt zelf... Dat makkelijk. Aan en uit doen. Dat is makkelijk. Dus als u muziek wil luisteren, doet u hem open. Ja. Bent u er klaar mee? Ja, dat ben ik. Doe weer dicht. Dat is mooi. Dat is toch makkelijk? Heb ik dat voor jullie? Ja. Dankjewel. Mooi cadeau, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ik heb ook begrepen, je kan er een koptelefoon op aansluiten. Ja, dat klopt. En waar is daar de ingang van dan? Ook onderop? Nee, die zit aan de achterzijde. Aan de achterkant zit hier een groene... Zo'n mini jack, ja. Ja, mini precies. Jack, ja. En daar kan een koptelefoon op aangesloten worden. Want soms zien we wel eens dat mensen het prettig vinden om toch met een koptelefoon op te luisteren. Zodat niet iedereen eromheen meeluistert of doet. Ik bedoel, jullie zijn een paar jaar bezig geweest met de ontwikkeling. En wat zijn de reacties tot dusver? Ja, de reacties zijn echt... zijn eigenlijk hartstikke goed. Kijk, wij krijgen zo nu en dan krijgen wij ook filmpjes terug. Want wij moedigen eigenlijk mensen altijd aan. Ja. Geef je het product nou cadeau aan je opa, je oma, je vader of moeder. Film het moment. Want het worden hele ontroerende en verblijdende momenten. Ik heb dat gezien en, op de site. De reacties die wij daarin terugkrijgen zijn eigenlijk altijd van wauw, had ik maar geweten dat dit vroeger, of bestond dit vroeger maar al. Ja, ja, ja. Want dan had mijn vader of moeder hier ook van kunnen genieten. Of wat fantastisch om te zien. Je zou iedereen er toch eentje van moeten hebben. Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel ergens ons doel. Dat iedereen waar het leven wat ingewikkeld voor is geworden. Of iedereen die te maken heeft met dementie. Er uiteindelijk zo eentje op zijn slaapkamer, woonkamer, keuken, zeg maar waar je wil hebben. Nou, wat vind je ervan? Gek! Waarom heb je dat gedaan? Omdat ik van je hou. Weet je toch? Maar zijn er dan geen sterren meer die lichten? Leuk hè, zo'n apparaat. Geweldig. Ik zag hem staan en dat was speciaal voor mensen voor wie het leven wat ingewikkeld is geworden. Ik denk, die ga ik voor jou kopen. En maken jullie nog meer producten? Wij hebben een combinatie van producten dat zeg maar onze eigen producten zijn. En producten van andere leveranciers bijvoorbeeld. Mm. Zo probeerden wij ons assortiment iets op te breden en te doen. Zodat je niet alleen de oermuziekspeler hebt, maar ook andere hulpmiddelen. Momenteel hebben we wel een aantal producten die ook echt onze producten zijn. We hebben bijvoorbeeld een muziekbeer. Die noemen we Arthur, de muziekbeer. Oh, leuk. Dat is eigenlijk ook een product dat een muziekspeler is. Maar dan in plaats van in de vorm van een radio, in de vorm van een knuffelbeer. Een knuffelbeer, want ja. Op een gegeven moment op een verder stadium van dementie zie je dat dit ook niet meer werkt. Maar dan vinden ze het heel fijn om iets te mogen knuffelen en vast te houden. En dan drukt de verzorger het pootje in. En dan begint hij ook muziek te fluisteren, te zingen, als het ware. Ja, 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 ja. Dan heb je eigenlijk de twee mooie dingen. Dat ze en kunnen knuffelen en tegelijkertijd ook kunnen profiteren van de positieve werking van muziek. Het grote voordeel is dat je hem lekker kan vasthouden. Je kan heerlijk met hem knuffelen. Je kan hem heel makkelijk bedienen. Dus de mensen zelf ook. Even op het knopje. Je kan hem al zittend gebruiken. Maar je mag ook lekker lopen en lekker met hem dansen. En positief effect is, muziek brengt een hele hoop emoties en vreugde met zich mee. En dat is voor deze doelgroep eigenlijk wel heel belangrijk. Als mensen nou meer willen weten over dit product, waar kunnen ze dan terecht? Ja, dan kunnen ze op onze website terecht. Ja. En onze website is oeraudio.nl. Kijk, je ziet op het product ook staan, oer, maar oeraudio.nl. Oh, dat is okay. onze website. Hartstikke bedankt. Ja. Dames en heren, heeft u nog...
zo'n handig hulpmiddel, laat het ons dan alsjeblieft weten. En ons adres is dan weer www.seniorjournaal.org of redactie@seniorjournaal.org. Tot de volgende keer, tot ziens.